Dames en heren, beste collega's, Engels is de taal van het kapitaal. Stelde Pascal Smet onomwonden vast. En we schrijven bijna exact 5 jaar geleden, 23 november 2010, in een debat in de Gentse aula. Pascal Smet was toen nog minister van Onderwijs in de Vlaamse regering, die net zonder noemenswaardige publieke discussie daarover een consensus had bereikt om de taalwetgeving op het hoger onderwijs in Vlaanderen te versoepelen. Engels is de taal van het kapitaal. Van een socialistische minister van Onderwijs zou je dan verwachten dat op die misschien pertinente vaststelling minstens een kritische noot zou volgen. Maar nee, in al zijn bevlogenheid deed Pascal Smet er nog een schepje bovenop. Wat is er volksverheffender dan dat het volk die taal ook leert? Dames en heren, het is niet mijn bedoeling om Pascal Smet meer eer te bewijzen dan hij verdient, maar ik wil zijn iets wat naïeve en op het eerste gezicht ook goed bedoelde uitspraak heel even op de pijnbank van de geschiedenis leggen, om van daaruit te getuigen over de effecten, misschien zelfs neveneffecten, van de verengelsing van het onderwijs en onderzoek in de humane wetenschappen, met enkele concrete voorbeelden uit de dagelijkse praktijk in mijn eigen vakgebied, de geschiedenis, of is dat ondertussen een niche geworden binnen de historical sciences? Het kan uiteraard niet aan de effecten van de verengelsing worden toegeschreven, maar Pascal Smet leidt onmiskenbaar aan geheugenverlies als hij stelt dat de taal van de macht leren het summum van volksverheffing en emancipatie zou zijn. Eat your heart out, Vlaamse beweging. En het streven naar volksverheffing en emancipatie via hoger onderwijs in de eigen taal en tegen de hegemonie van het Frans in Vlaanderen. De taal van de culturele elite en het kapitaal, zoals de interventie vlak voor de pauze vanmiddag ook wel daar even de vinger heeft opgelegd. De vernederlandsing heeft de Belgische politieke agenda bepaald voor Wereldoorlog 1, vanaf, laten we zeggen, het einde van de 19e eeuw, tot 1930, toen de Gentse Universiteit werd vernederlandst. En dan nog eens, omstreeks 1968, met de strijd voor Leuven-Vlaams. Ik moet het in deze lieude memoire van de Vlaamse beweging en voor dit eminent gezelschap allicht niet herhalen. Zeer spijtig is wel dat zij die deze geschiedenis vergeten zijn, of zelfs helemaal niet kennen, op voorhand al hun geeuw niet kunnen onderdrukken. Oh nee, zo passé, de Vlaamse beweging. Of nog beter gezegd, natuurlijk, so boring. Tenzij je natuurlijk historici hebt die via middelbaar onderwijs en media op een eigentijdse manier die boeiende geschiedenis van de Vlaamse beweging blijvend actualiseren. Niet als erfgoed, maar wel als levende geschiedenis. Een opdracht voor de historicus als publieke intellectueel die effectief door de verengelsing van onderwijs en onderzoek in de verdrukking dreigt te komen. Want inderdaad, ook geschiedenis wordt als vakgebied verengelst. Niet alleen als taal van de wetenschap, de taal van de wetenschap waarin wetenschap bedreven wordt, wordt daardoor aangetast, denk ik, maar ook de wetenschappelijke agenda van de historici. Nu terug naar Pascal Smet. Het is natuurlijk zo dat de taalwetgeving op het hoger onderwijs in Vlaanderen als misschien de belangrijkste erfenis van de Vlaamse ontvoogdingsstrijd politiek gezien wel degelijk een rem heeft gezet op de versoepeling daarvan in Vlaanderen. Dit maakt ook dat de verengelsing van het hoger onderwijs zeker niet zo radicaal of totalitair, zoals Ad Verbrugge deze zomer in NRC Handelsblad heeft gezegd, doorgevoerd is als in Nederland. Maar het blijft een lastig feit dat wie vasthoudt aan het Nederlands als wetenschapstaal in Vlaanderen zeer vaak in de bekrompen nationalistische, Vlaams-nationalistische of conservatieve hoek wordt gezet. Ik heb het zelf nog meegemaakt dat onze decaan destijds met mijn kritiek op de heilige norm van de Engelstalige AIEN-publicatie in de volle faculteitsraad toeriep,
Ah ja, en wat is uw alternatief? Eigen volk eerst misschien? Zeker wie zich nostalgisch op het verleden beroept, op de eigenheid of de culturele erfenis, alsof dat Nederlands lokaal erfgoed is geworden, krijgt snel een retrograde stempel, meewarig bekeken als niet meer met de tijd, de internationalisering, de globalisering, de vooruitgang, dat meestal ook als een soort natuurlijk proces wordt voorgesteld, een dwangmatigheid bijna. We moeten meegaan met de verengelsing om niet uit de boot te vallen en een levend anachronisme te worden. Pleidooien voor het Engels kunnen dan ook een progressief aura krijgen. Engels is hip, multicultureel, open, cosmopolitisch, digitaal of zelfs nog een stap verder, zoals Philippe van Parijs deze ochtend ook zo eloquent heeft beargumenteerd. Het Engels als nieuwe lingua franca kan zelfs tot meer rechtvaardigheid leiden. Als we de taaldominantie maar goed aanpakken en via de maximen en het territorialiteitsbeginsel mogelijke ongelijkheden en statusverschillen ongedaan maken. Mag dat misschien een bron van hoop voor de toekomst zijn, het Engels niet als taal van de macht of als taal van het kapitaal, maar het Engels als lingua franca van het volk, of hipper uitgedrukt in het Latijn, de demos, in het wereldwijde verzet tegen de arrogantie van de macht. Denk aan de taal en symboliek bij de Maartenhuisbezetting. Maar, dames en heren, met mijn kennis van de geschiedenis vrees ik dat we nog lang niet zo ver zijn. Tegenover wat aan de universiteiten soms lijkt op een wanhopig achtergoedegevecht ter verdediging van het Nederlands, in dat niet tegen te houden internationaliseringsverhaal, moeten we vooral blijven beseffen dat de verengelsing vooralsnog in hoofdzaak de talige component is en blijft van de vermarkting van ons hoger onderwijs. Engels als taal van het kapitaal, waarbij de ideële component volksverheffing vrij vertaald kan worden naar het verheffen van Vlaanderen tot de topregio in de kenniseconomie. Met de ondertussen gekende drietrapsraket van efficiëntie, excellentie en verengelsing als driving force. En met de stijging in de internationale rankings en de groei van het internationale marktaandeel als ultieme standaard van succes. De neoliberale logica van rankings en marktaandelen dreigt na het onderzoek nu inderdaad ook het onderwijs in haar maalstroom op te nemen. En het gaat hierbij in Vlaanderen nogthans tot dusver om onderwijs als publiek goed, gefinancierd met publieke middelen. Waarbij de vraag of de democratische universiteiten van onze kennisregio nu al niet kreunen onder te weinig docenten voor te veel studenten en te veel excellente doctorandi en doctores voor te weinig vaste plaatsen, een vraag die niet eens mag gesteld worden. En wat zijn we bereid op te offeren aan de blinde druk om te excelleren en een plaatje hoger in de rankings van de mediocriteit te verwerven? There is simply no alternative, zo lijkt het. En dan excuseer ik me voor deze oprisping bij Philippe van Parijs. Nu een middenklasse ongegeneerd en complexloos Vlaming is geworden via de hefboom van de vernederlandsing van de universiteiten, heeft datzelfde Nederlands haar nut kennelijk bewezen. In een vermarktende Europese universitaire ruimte worden de kleinere talen weggedrukt, terwijl ze juist ondersteuning en stimulansen verdienen. Hoe kunnen Vlamingen hun meertaligheid behouden? Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans? Wanneer dit geen nut heeft in een onderwijslandschap waar intellectuele ontplooiing moet wijken voor kennis, economie en innovatie. Vlaming zijn om Europeer te worden. De slogan wordt nog steeds gebruikt en misbruikt. Maar voor August Vermeijlen was de vernederlandsing onlosmakelijk verbonden met de emancipatiegedachte. Als socialist zou hij blijvend pleiten voor Nederlandstalig hoger onderwijs dat in de vorm van Nederlandstalige advocaten, artsen, leraren, filosofen, ingenieurs zou terugvloeien naar de maatschappij. En het was zijn overtuiging dat pas hoger onderwijs in de volkstaal het volk zou verheffen en optillen in de vaart der volkeren. Vermeijlen was bijna 100 jaar geleden inderdaad betrokken in een progressief verhaal van emancipatie en democratisering, terwijl dat vandaag niet langer het geval is. Wanneer men de taal van het kapitaal even loslaat en in termen van cultuur over taal begint te spreken,
wordt de opmars van het Engels veel minder vanzelfsprekend en zaligmakend. Vermeijlen zag als eerste rector van de Vernederlandse Gentse Universiteit als voornaamste opdracht voor de universiteit het geduldig vormen van een intellectuele keurbende met een brede cultuur die vervolgens de maatschappij zou doordecemen, de percolatormetafoor van deze ochtend. De universiteit van vandaag, opgesloten in een marktgestuurd verhaal waaraan zowel het vormingsideaal als academicus als publieke intellectueel opgeofferd worden, komt niet langer aan die basisopdracht tegemoet. Van een Europese civil society is voorlopig nog lang geen sprake. Laat staan van een Europese demos. Nee, het volk komt net in opstand tegen Europa via een heropleving van nationalisme en populisme. Ik heb het al in ons erfdeel inderdaad gezegd. De dualiteit Engels voor vakgenoten en Nederlands voor het volk werkt dit in de hand en komt uiteindelijk neer op een omgekeerd provincialisme dat onwillekeurig doet denken aan de tijd dat het Frans de taal van de wetenschap was, waar arm en achterlijk Vlaanderen geen toegang toe had. Als internationaliseringsbeleid exclusief neerkomt op een utilitaire verengelsing, dan heeft dat bovendien een averechts effect. De uitbreiding van het Engels als lingua franca kan dan wel de mobiliteit en uitwisseling van studenten en docenten bevorderen. De dominantie van één gemeenschappelijke taal zorgt er anderzijds voor dat kleinere talen en culturen in de verdrukking komen en dus ook minder te bieden hebben in de culturele uitwisseling. Auguste Vermeijlen was tijdens het interbellum de Belgische vertegenwoordiger bij het International Committee for Intellectual Cooperation, voorloper van de UNESCO. Meertaligheid werd toen al onontbeerlijk geacht om naast de Volkenbond en het machtsspel van de internationale politiek ook een internationale société des esprits tot stand te zien komen. Zo beoogde ook het Erasmus-programma de onderdompeling in de taal en cultuur van de ontvangende universiteit. Eenheid in verscheidenheid, zoals Vermeijlen Europa zag. De Bologna-hervormingen hebben het cosmopolitisme van Erasmus verlaten voor de weg van de minste weerstand. Het getuigt niet van provincialisme, maar juist van cosmopolitisme, om er niet alleen voor te ijveren dat het Nederlands in het hoger onderwijs en onderzoek beschermd wordt, als was het een met uitsterven bedreigde diersoort. Onderwijs is een publiek goed en verdient beter dan alleen kwaliteitscontrole, die uiteindelijk enkel bedoeld is om de schadelijke effecten van de outputfinanciering op te lossen, en daarmee een groeiende schare bureaucraten in het leven roept. Dames en heren, tot zover mijn les uit de geschiedenis, die natuurlijk veel te lang is uitgevallen. Wat zijn nu tastbare en concrete effecten van de verengelsing in de humane wetenschappen? Ik spreek nu als getuige, niet als iemand die dit echt grondig onderzocht heeft, al loont het mijns inziens wel de moeite om dat eens te doen. Enkele drie losse observaties, van groot naar klein. Want het is mijns inziens een van de meest nefaste effecten van de taal van het kapitaal en het rendementsdenken, dat het effectief doorsijpelt naar de kleinste entiteit, de meest kwetsbare en zwakke entiteit in heel het verhaal, namelijk de individuele onderzoeker en de student. 1. De verengelsing heeft in de eerste plaats de onderlinge competitie binnen de humane wetenschappen sterk aangewakkerd. In plaats dat geesteswetenschappers aan één zeel zijn beginnen trekken, op het ogenblik dat Engelstalige A1-publicaties het alfa en omega van excellent onderzoek zijn geworden, zijn ze zich zoveel mogelijk beginnen conformeren aan de publicatiestandaarden van de beta- en de gamma-wetenschappen en over elkaar heen beginnen rollen in het gevecht om de schaarse middelen. Terwijl bij voorbaat vaststond dat ze dit helemaal niet konden winnen, als humanities. Het is dus onmogelijk eigenlijk om te spreken van de humane wetenschappen. Zelfs tussen historici en archeologen die één groep vormen binnen de cultuurwetenschappen, als onderdeel van de humane wetenschappen, is het verschil in publicatiecultuur bijzonder groot. Artikels van 8 pagina's met 10 auteurs over een opgraving in Velzeke, in een door Peers erkend Engelstalig toptijdschrift voor archeologen, tegenover een Nederlandstalig boek
van 380 pagina's over pakweg de Vlaamse beweging door één auteur bij een Nederlandse, algemeen gerespecteerde en gereputeerde uitgeverij. En dit is niet eens een karikatuur. Het lijkt me met een beetje gezond verstand onmogelijk om hiervan het Engels een kwaliteitscriterium te maken. Maar toch is dat wat is gebeurd. Voort zien we hoe Nederlandstalige tijdschriften zich al dan niet gedeeltelijk omvormen tot Engelstalige tijdschriften. Zelfs tijdschriften voor Nederlandse taalkunde doen dat, in hoofdzaak om mee te zijn met de tijd. Lees zich als vakgebied in de verengelsing en competitiedrift staande te houden. Zich openen naar de wereld door de lingua franca van het Engels te gebruiken mag dan een nobel en allicht nastrevenswaardig doel zijn. We moeten rekening houden met wat Abraham de Swaan de ongelijke uitwisseling van teksten heeft genoemd. Wie maalt er in het buitenland om de geschiedenis van de Vlaamse beweging of een opgraving in Velzeke? Zelfs in een tijdschrift met hoge impactfactor blijft zo'n studie in het Engels niet alleen ongelezen, maar raakt een welgeïnteresseerd Nederlandstalig publiek meer en meer uitgesloten van de wetenschappelijke productie. En ik citeer Abraham de Swaan op die interessante website De Omslag genaamd. De universiteiten worden anglofoon enclaves in een samenleving waar Engels weliswaar alom te hooi en te gras gesproken wordt, maar toch zelden het medium is waarin mensen lezen of converseren. Engels uit, Nederlands thuis. Tweede observatie. Als lid gedurende 8 jaar van de FWO-commissie Q3, nu expertpanel genoemd, heb ik de overschakeling van de taal van de projectaanvragen van het Nederlands op het Engels van dichtbij kunnen observeren. Het mag duidelijk zijn dat de kwaliteit van het Engels, van de applicant, hier wel degelijk, zij het impliciet, een bijkomend selectiecriterium vormt. Bij een steeds groeiend aantal aanvragen is gebrekkig globish immers buitengewoon ergerlijk om lezen. Op zich is het allicht een goede zaak dat die krakkemikkig opgestelde aanvragen er dan meteen ook uitvliegen, maar het is ook onrechtvaardig. Want wie goed gecoacht wordt, laat zich bijstaan door native speakers. Anderen vallen soms sneller door de mand. Dat geldt in zekere zin ook voor de finesses en elegantie van het jargon waarin de alsmaar meer gesofisticeerde en internationaal geïnspireerde denkkaders worden geformuleerd. Op dit punt is er in mijn ogen een zeer duidelijke vooruitgang ten opzichte van vroeger, mijn tijd, te noteren. Dus dat is die gesofisticeerde denkkaders, dat is echt om van te smullen. Maar het heeft natuurlijk wel als keerzijde dat zich net op ditzelfde punt opnieuw een kloof aftekent tussen waar academische historici op hoog niveau, cutting edge, mee bezig zijn en de vraag van een breder intellectueel publiek naar geschiedenis die de gaten in het collectief geheugen, bijvoorbeeld wat betreft de Vlaamse beweging, opvult, relevant is voor vandaag. Mij lijkt het dat de tendens tot nichevorming, overspecialisatie, fragmentatie en profileringsdrang binnen de humane wetenschappen onlosmakelijk verbonden is met de vermarkting en dus ook de zogenaamde internationalisering van het onderzoek. Het zou me te ver voeren om hier dieper op in te gaan, maar het is duidelijk dat het brede publiek nog baat, nog boodschap heeft aan die intellectuele exercities op topniveau voor een zeer kleine in-crowd. Cultuur- en geesteswetenschappen moeten zich op dit punt dringend beraden over de finaliteit van hun opdracht, maar misschien meer nog dan sociale en politieke wetenschappen, waarvan ik meen dat die met hun onderzoek wel degelijk meer in een maatschappelijk verband hun werk doen. Ten derde en hierbij aansluitend, in Vlaanderen kunnen de alfawetenschappen vooralsnog voornamelijk om budgettaire redenen en de gevolgen van studieduurverlenging alleen maar dromen van 2-jarige research masters. Vele decanen betreuren dat, omdat het hun marktaandeel in de te verdelen koek natuurlijk opnieuw verkleint ten opzichte van de beta's en de gamma's die wel een 2-jarige master kunnen aanbieden. In Nederland kan het ook. En daar zijn de research masters uiteraard bijna per definitie in het Engels. Dat zou natuurlijk ook hier het plan zijn.
Maar de tendens om ook in de gewone eenjarige master meer en meer vakken in het Engels aan te bieden, zet zich onmiskenbaar door. Masterscripties worden door de zogenaamde topstudenten alsmaar vaker in het Engels geschreven. Op het gevaar af opnieuw conservatief te klinken, betwijfel ik of dit een onverdeeld positieve ontwikkeling is binnen onze disciplines. Mijn enige, heel beperkte, vergelijkende ervaring betreft de jury van een scriptieprijs voor gendergeschiedenis in de Lage Landen, Nederland en België, Nederland en Vlaanderen, waar de verengelsing, maar ook het downsizen van een scriptie tot artikelformaat, maximum 8.000 à 9.000 woorden, een opvallend negatief effect heeft op de kwaliteit van de ingezonden scripties uit Nederland, zelfs van studenten die researchmasters hebben gevolgd, vergeleken met de gewone eenjarige masters uit Vlaanderen. Vlaanderen wint, elk jaar op rij, maar uiteraard durf ik dit resultaat absoluut niet te veralgemenen. Ik moet mijn korte getuigenis besluiten. Het grootste probleem in al deze ontwikkelingen die met elkaar verbonden zijn, is mijns inziens dat dus de topstudenten, waarover ik het daarnet had, hè, zogenaamd, hè, en de jonge onderzoekers... ik ben een beetje mijn draad kwijt. dat de topstudenten en de jonge onderzoekers zich al te zeer met de taal van de macht en de taal van het kapitaal gaan identificeren. Ze moeten wel, als ze carrière willen maken op de academische markt. Als gesettelde hoogleraren en coaches van die jonge, ambitieuze en heel slimme mensen kunnen we dus ook niet anders dan hen te stimuleren om in het Engels te publiceren in erkende toptijdschriften en hun onderzoek en onderwerpen ook te oriënteren naar die internationale markt. Maar of dat zo wenselijk is en of dat zo verheffend is, ik weet het niet. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Maar kunnen we iets anders doen? Dat hoop ik wel. Want gelukkig is er ondertussen onmiskenbaar op een ander niveau een kentering bezig in die zin dat de externe financieringsbronnen van onderzoek in de humane wetenschappen, en dat zijn uiteindelijk de standaarden geworden ook voor de verdeling van de middelen binnen de universiteiten zelf, de eerste geldstroom om het uit te drukken als bestuurder. Dus die externe financieringsbronnen, niet minst Europese programma's, gaan steeds duidelijker maatschappelijke outreach of impact en zelfs capacity building als criterium voor financiering hanteren. En het mag duidelijk zijn dat het creëren van de zoveelste Globish website met de onderzoeksresultaten van die projecten hier niet zal volstaan. Het inzicht dat de globalisering in de kern ook altijd een lokale dimensie heeft, biedt hier ruimte en perspectieven voor het doorbreken van het Engels als taal van het kapitaal en dus als taal van de macht. Die zogenaamde glocalisering is ook waar Ad Verbrugge in zijn reeds geciteerde NRC-artikel Be Proud, Speak Dutch op wijst als hij schrijft dat de universiteit van de 21ste eeuw een plaats dient te zijn waar de vertaling van kennis plaatsvindt, waar internationale wetenschap en lokale praktijken bij elkaar worden gebracht. Zo kan de universiteit opnieuw een plaats zijn waar echt kritische burgers worden gevormd en de band tussen wetenschap en maatschappij opnieuw letterlijk gecultiveerd in cultuur gebracht wordt door de rijkdom en gelaagdheid van de taalregisters te ontplooien, ook en vooral van het Nederlands als taal van emancipatie en volksverheffing. Dank u wel.